Hallo. Hallo. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe scholenbattle. Seizoen 2 is van start gegaan. We beginnen vandaag met het Berlage Lyceum en die gaan het opnemen tegen het Pieter Nieuweland College. Ik ben heel erg benieuwd wie er het slimst is. Laten we snel aan de slag gaan. In welk continent ligt Laos? Is dat een land? Ik ben dom. Ik weet het niet, man. Sorry, we gaan naar de volgende. Ja. Ik zit hiernaast. Beran. Jussi. In welk continent ligt Laos? Laos? Wat? Griekenland. Europa is wel. Laos ligt niet in Europa, maar in een ander werelddeel. Afrika. Nee. In Azië. Hoe hoog is het hoogste gebouw ter wereld? Als ik dit goed krijg, Mark Essel. 7235. Bruh. Jongens, het gaat niet best. Hoe hoog is het hoogste gebouw van de hele wereld? 800 meter. Wow. Dat is wel heel hoog. Even serieus, dit is 828 meter. Ben jij klaar ervoor? Ik denk het wel. In welke provincie ligt Schiermonnikoog? Noord. Ik heb een gokje gewoon. Noord-Holland. Het is 16 graden binnen. Buiten is het 23 graden kouder. Hoe warm is het dan buiten? 16 graden binnen. 13. A few inches later. 2 hours later. 24 hours later. Ik snap die hele vraag niet. 1 semester later. Min 13. Hoeveel kilometer heb je na 60 minuten afgelegd als je 100 kilometer per uur rijdt? 50. Hoeveel kilometer heb je na 60 minuten afgelegd als je 100 kilometer per uur rijdt? 100. Juist. Makkelijke vraag. Ik ben zo slim voor. Wow. Ja. Welke valuta had Nederland voor de euro? Wat valuta? Mogen we wel geld? Gulden. Gulden. Gulden, ja. Ja, is goed. Nu mag je. Welke valuta had Nederland voor de euro? Gulden. Juist. Jij hebt een supermooie keycord. Laat hem eens even zien. Supermooi. Is goed. Achter welke politieke stroming stond Jozef Stalin? Dictator. Achter welke politieke stroming stond Jozef Stalin? Ik weet het echt niet. Ik zeg maar GroenLinks. Nou, dat was hem alweer. Het Pieter Nieuweland is niet echt heel erg lekker bezig geweest. Jullie hebben echt zwaar verloren eigenlijk. Dus ik hoop dat de weerstand de volgende keer een beetje evenwichtiger is. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Als jij nou wil dat ik bij jouw school langskom, laat dan even weten in de reacties hieronder. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.